Heb je het nieuwe magazine gezien? Dat is mooi, hè? Ziet er mooi uit. Alle connectgroepen staan erin en teams. En dus als je nog geen connectgroep hebt, kijk eventjes wat je aanspreekt. Misschien een bepaald thema. En de alfa gaat weer beginnen. De stand staat daar. Dus als je nog nooit op het alfa bent geweest, hele mooie basiscursus over christelijk geloof. Als je nog niet zo lang in het geloof bent, moet je het zeker doen. Want dat is supergoed. En als je wat verder wil in je persoonlijke relatie met God en vrijheid wil ervaren, dan hebben we een prachtige cursus, Freedom in Christ. En eigenlijk zou ik willen dat iedereen een keer dat doet, omdat het zo goed in elkaar zit. En je zo zou helpen in jouw persoonlijke relatie met God, in je identiteit en de vrijheid die Jezus je wil geven, om dat allemaal te gaan ontdekken, om daarin te gaan wandelen. Dus het staat allemaal in je boekje. En we hebben ook begrepen dat de vacaturebank, er is een vacaturebank, we zoeken vrijwilligers, mensen zijn welkom in de teams, en die staat op de website vanaf vandaag. Dus dan kan je nog eens lekker thuis scrollen, is er wat je aanspreekt. Tilburg, die had net, ik denk dat ze zo'n beetje klaar zijn nu, ja. En die hadden hun laatste dienst in de oude locatie. Dus ze zijn nu aan het inpakken, alles. Aan het opruimen, inpakken. En volgende week gaan ze naar Club Smederij. Dat is in de nieuwe ruimte, gebied daar zo, de spoorzone. En helemaal hip, daar gebeurt het tegenwoordig allemaal. Er zitten heel veel restaurantjes, heel veel industrial, helemaal omgebouwd. En dus volgende week zijn ze daar, voor het eerst met hun kerk. En over een paar weken zijn Matul en ik daar. Fernando en Prisca in te zegenen. Dat zijn een fantastisch stel. En ze bouwen een mooie kerk. Maar ze zijn nooit officieel ingezegend als voorganger. Dus dat gaan we binnenkort ook doen. 30 september. Dit is een beetje visie natuurlijk ook. Even een paar updates over het land. 30 september, zoals je al hoorde, wordt de kerk in Leeuwarden een mooie kerk. Een grote kerk. 500-600 mensen of zo op zondag. En die wordt City Life Church. Ze hebben gekozen om deel te worden van de familie. En dat is natuurlijk een grote eer als zo'n grote kerk zich wil aansluiten. En je zou kunnen denken, waarom doen ze dat? Ze hebben toch al een hele grote kerk. Maar vooral de voorgangers, het echtpaar, zeiden, we willen graag deel zijn als voorgangers ook weer van een familie, van een team, van een ploeg, collega's. Ik zeg wel eens, only a pastor knows what a pastor feels. Er zijn bepaalde dingen die je met elkaar kan delen enzovoort. Dus dat is super. Dat wordt dan 's middags om 4 uur in Leeuwarden. Dan zijn alle CLC-voorgangers daar en dan gaan we ze zegen, beden meegeven. En dan hebben we binnenkort de LDN op woensdag 19 september. Scott Wilson zal er zijn. LDN staat voor Leadership Development Night, leiderschapsavondtraining. Je mag komen, zeker alle leiders hoop ik dat je er bent. Maar als je wilt groeien in leiderschap, wees erbij. Dus het is niet gesloten of zo. Maar deze keer is er ook weer het financieel jaarverslag. Joop gaat dat doen. En dus als je daar iets over wil horen van afgelopen jaar, daar wordt dus een aantal minuten een presentatie gegeven over het financiële jaarverslag van vorig jaar. Dus dat is binnenkort. Oké, nou dat was dat even. En we gaan het woord van de Heer openen. We gaan ons voorbereiden binnen en vast de komende dagen. Ik zie er naar uit. Ook, nou, ik zie niet echt uit naar binnen vasten, jawel, maar ik zie wel uit naar wat God gaat doen. En de Heer zegt, sluit je op in de binnenkamer, hij zal je in het openbaar belonen. En het gaat niet zozeer over hoe ga je nou. Er is niet één manier van binnen vasten. Een hele goede manier is bijvoorbeeld water en groente. Dat is de Daniel deed dat. En Daniel vasten noemen ze dat. Het is heel gezond voor je. En het is, maar waar het vooral om gaat, is dat, dat je extra tijd neemt om te bidden, om bij God te zijn. En misschien je telefoon een beetje uit of je social media, wat het ook is. Maar vooral om tijd te nemen bij de Heer te zijn weet je wel, individueel. Maar ook wij als kerk, dat we zeggen, Heer, we verwachten een prachtig seizoen van u. En we willen u op de eerste plaats, in het begin van het nieuwe seizoen, na de zomer willen we God op de eerste plaats. En dat doen we door als kerk te bidden en te vasten. Dus wees erbij betrokken, want God wil je daar ook weer voor zegenen. De Heer belooft het. Dat hij zal belonen in het openbaar wie hem in het verborgene zoekt. Hey, over het woord van de Heer. Als ik je nou deze namen noem. Ik ga even je bijbelkennis testen. Dus even kijken of je weet wie dit zijn. Ze staan allemaal in de Bijbel. Samua en Safat. En dan heb je Palti. En dan heb je Gadiel. En je hebt Gadi. En je hebt Amiel. En je hebt Setur, ken je die allemaal? Ze staan allemaal in de Bijbel. En je hebt Nachbi. En je hebt Geuel.
Ken je ze allemaal? Ja, nee, natuurlijk. Het was een heel rijtje. En de andere twee waren Jozua en Caleb. Dat waren de namen van de verspieders. Nou, het is gelijk al even de conclusie van mijn woord van vandaag. We hebben het over het beloofde land en hoe de verspieders daarop reageerden en hoe Jozua en Caleb daarop reageerden. En God heeft een beloofd land voor jou en voor mij, voor jou persoonlijk, maar ook voor ons als kerk, allebei. Voor jouw connectgroep, voor je team, God heeft een beloofd land. En het is zo, waarom kennen we al die namen niet? Omdat ze God niet geloofden. Omdat ze niet het land ingingen, die 10 verspieders. Waarom weet iedereen wie Jozua en Caleb zijn? Omdat ze God geloofden. En omdat ze het land in zijn getrokken. Iedereen weet wie Jozua en Caleb is. Maar al die andere mooie namen, nooit van gehoord. Hoe triest is het, als je vlak voor je beloofde land, als verspieder, de Heer niet vertrouwt en niet gelooft. En met als gevolg dat je het beloofde land ook niet inkomt. En daar gaan we een beetje naar kijken deze minuut. Is dat oké? Laat het een bemoediging zijn. Heer, ik wil dat beloofde land. Ik vertrouw u. En ik wil zijn zoals er staat in de Bijbel. Caleb had een andere geest, een andere spirit, een andere houding. En daar kunnen we veel van leren. Toen Mozes de verspieders het beloofde land instuurde, toen vroeg hij hun 7 vragen. En ik wil met je even kijken naar die 7 vragen. Dat vind je in nummer 13. De 7 vragen die Mozes hen vroeg. Toen Mozes hen uitzond om Kanaan te verkennen, droeg hij hun dit op. Ga eerst door de Negev, dan de berg in. Nummer 1, kijk hoe het land is. 2, of de bevolking sterk is of zwak. En of er veel of weinig mensen wonen. Nummer 3. 4, kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam. En of hoe de bevolking woont, nummer 5, in gewone dorpen of in vestingsteden, sterk grote beveiligde steden. Nummer 6, kijk of de grond vet is of schraal. En nummer 7, en of er bomen groeien of niet, en neem ook vruchten mee. 7 vragen die Mozes stelde aan de verspieders. En we hebben niet de tijd om het helemaal te lezen, maar lees maar een beetje mee op het scherm. Je kent misschien het verhaal wel. Toen ze terugkwamen, toen waren er 2 die zeiden, ze zeiden eigenlijk alle 12, het land is fantastisch. Moet je voorstellen dat ze eigenlijk zeiden, wat God belooft, is prachtig mooi. En nogmaals, je moet dit altijd kijken naar je eigen leven, de beloftes die God op jouw leven legt, en als kerk. Den Haag en regio is mooi. Het is een prachtig beloofd land. Ik geloof dat God nog heel veel mensen wil dat ze komen tot hem. Jezus leren kennen. En dan wil hij elke kerk voor inschakelen uiteraard hier in Den Haag. Als we het over Den Haag hebben, of al die steden waar we mogen werken in LCLC in Nederland. En dat je jouw beloofde land ziet als kerk. Zeg, Heer, er zijn nog heel veel mensen die u gaan leren kennen komend seizoen. Ik ben blij met de Alpha. Alpha vind ik altijd een graadmeter. Ik vraag zo vaak, zit meer dan 30 aanmeldingen volgens mij. En het gaat nog pas over 1,5 week beginnen of zo. Ik weet, dat zijn mensenlevens die veranderd worden. Mensen die Jezus zoeken en hem gaan vinden. Ik ben altijd blij als ik dopelingen zie. Dat zijn veranderde levens. Ik ben altijd blij als ik zie dat mensen stappen en groeien in een persoonlijke relatie met Jezus. En daar willen we nog veel meer van, ja toch? En daar geloven we God voor. Dat is een beloofd land voor je als kerk. Maar hoe die verspieders reageerden was heel verschillend, zoals je weet. En vanaf nummer 13, vanaf 26 en verder. En dan komen ze terug en ze zeggen allemaal, het is prachtig mooi. Maar 10 zeggen er, maar ja, de mensen zijn heel groot. We hebben ook reuzen gezien. En de steden zijn heel erg sterk. En grote muren. En Caleb die zegt dan, luister mensen, we kunnen het samen met God, we kunnen het samen met de Heer. Caleb had een andere geest. De mannen zeiden, we kunnen het volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons, het is vers 31. Maar Caleb zegt, nee, laten we God geloven. En dan in hoofdstuk 14 vers 1, we gaan straks die 7 vragen nog eens doorlopen. Hoofdstuk 14 vers 1, dan staat er dat het hele volk de hele nacht ging huilen. De hele nacht, het hele volk ging huilen. En ze zeiden,
Waarom heeft God ons tot hier gebracht in de woestijn? En om te sterven in de woestijn? En dat geeft mij een les. Een beetje bijzondere les. Niet elke traan is verdriet. Niet elke traan is verdriet. Sommige tranen, zoals hier van dit volk, waren tranen van zelfmedelijden. Wat doen we hier? Wat heeft de Heer gedaan? En kijk nou, in de woestijn. En dit was geen echt verdriet zoals je verdriet zou definiëren. Dit was een volk wat niet echt op God vertrouwde en dus in zelfmedelijden terechtkwam. Kan je je voorstellen, het hele volk. Je zou kunnen denken, Mozes, leider van het volk. Jozua, Caleb, hebben jullie gezien wat jullie de mensen aandoen? Kan je je voorstellen dat een moeder met een paar kinderen naar Mozes toe loopt, boos. Weet je hoeveel verdriet er in mijn gezin is? En wat ze dan zeggen, ik vat het maar even samen, is dat ze zeggen, laten we een andere leider kiezen. Laten we een andere leider kiezen. Die ons terug kan brengen naar Egypte. Wonderbaarlijk, een andere les. Het is niet altijd de leider waar de fout ligt. Ik weet het een beetje gênant om op deze plek te zeggen, maar het is goed om over na te denken. Mozes werd genoemd in de Bijbel als de zachtmoedige man, meest zachtmoedige man op aarde. En het volk zegt, laten we een andere kiezen. Die ons terug kan brengen naar Egypte. En Jozua en Caleb elke keer zeggen, nee jongens, vertrouw op de Heer. Ga toch niet elke keer tegen God in. En de Heer zegt daar zelfs, dit volk heeft mij nu 10 keer getart met hun ongeloof. Ik heb zoveel gedaan voor ze. De zee gespleten, de wolkolom, de vuurkolom, de manna enzovoort. Water uit de rots. En elke keer weer is hun vertrouwen niet op mij. Behalve Jozua en Caleb. En er staat hier in hoofdstuk 14... Vers 3. En dan staat er, waarom brengt de Heer ons naar dit land door? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. Om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken, we kunnen beter terug naar Egypte. En dan zeggen ze, laat een andere leider kiezen. Een stukje verderop, dan staat er, in hoofdstuk 14, vers 28, staat iets. En dat is echt een conclusie, wat ik diep in mijn spirit wil dragen. Zo belangrijk, een belangrijke sleutel. Zeg hun dit, dat zegt God. Vers 28. Ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. Daarom heet mijn preek vandaag, whatever you say. Whatever you say. 1 vers tevoren, dan staat mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is en het aan zijn nakomelingen geven. Heel, heel bijzonder wat daar gezegd wordt door de Heer. Wat ik jou heb horen zeggen, dat zal gebeuren. De conclusie alvast. Ik heb nog een paar minuten. Maar alvast de conclusie waarvan ik zo graag wil dat je die meeneemt in je spirit. En die ook zo tot mijzelf spreekt. Het volk zei, we zullen sterven in de woestijn. En het gebeurde ook. Ze stierven in de woestijn, als je het verhaal kent. Jozua en Caleb zeiden, we zullen het land innemen. God heeft het beloofd en God is met ons. En we kunnen het land en we zullen het land innemen, in bezit nemen. En het gebeurde. Jozua en Caleb kwamen in het beloofde land. God zei tegen Caleb, ik zal jouw nakomelingen, we hebben het net gelezen, ik zal jouw kinderen ervoor zorgen dat zij het land, het beloofde land, mijn beloftes, beërven. Zij zullen het verder innemen. En het gebeurde. De mensen van Israël, het volk, zeiden, moeten onze kinderen hier sterven? Wij en onze kinderen? God zei tegen Jozua en Caleb, jouw kinderen, jullie nakomelingen, zullen het land beërven. Zie je hoe belangrijk het is? Whatever you say. De Heer Jezus zei, u geschieden naar uw geloof. Zo belangrijk, wat je uitspreekt als God je belofte geeft. En jij en ik, wij allemaal, Gods beloftes rusten op je leven. Toekomst en potentieel en mogelijkheden. En wij hier als kerk,
En City Life Church in Nederland. Zoveel beloftes en zoveel potentieel, zoveel wat God wil doen en kan doen. Zoveel mooi beloofd land. Alle 12 verspieders waren het over eens. Het land is mooi. Maar de reuzen en de muren en de Jozef en Caleb geloofden de Heer. De 12 vragen, ik ga nog snel even met je doorheen. Nummer 1, vraag 1 was, Mozes vroeg aan de verspieders, hoe is het land? Hoe is het land? Ga kijken hoe het is. Iedereen zag dat het vruchtbaar was. Alleen de tien verspieders wilden geen risico's nemen. Van ja, dat is moeilijk, reuzen en muren. Geen risico's, er is iets, zoals wat de Heer je vraagt, neem een stap, vertrouw mij. Die 10, die wilden geen risico's nemen. Ook niet na alle dingen die God al wel had gedaan. De tweede vraag, zijn de mensen sterk of zwak? En zoals ik al zei, Caleb had een andere houding, een andere geest. Die 10 zeiden, die mensen zijn groot, zijn heel groot. En dan, weet je, als jij en ik, als wij vooruit bewegen richting ons beloofd land en in een stukje leiderschap en wat het ook is, dan komt God gaat altijd werken aan jou en mijn zwakheden, de dingen, ze waren sprinkhanen en zij reuzen en al die dingen. En de Heer zegt, mag ik je herstellen, mag ik je genezen, mag ik die zwakheid vervangen. Om mijn identiteit, de identiteit die je hebt in mij. Je bent een zoon en een dochter van God. Koninklijk bloed stroomt door je aderen. En de Heer wil. En als je onderweg, wie niet? Wij allemaal worstelen op de een of andere manier met zwakheid, met onzekerheid. Met wie ben ik en de reuzen. En de Heer zei, ik ga je helpen. Ik ga je helpen om sterk te worden in mij. Als je reuzen zoekt, dan zal je reuzen vinden. Er is altijd wel een reuze, er is altijd een probleem, er is altijd een obstakel. Word je geregeerd door wat je voelt? Word je geregeerd door wat je ziet? Word je geregeerd door de reuze? Dat zijn de vragen die ik mezelf ook stel. Hoe reageer ik nu en waar komt dat vandaan? En waar is dat op gebaseerd? En de derde vraag is, zijn er veel of weinig mensen? Caleb zei, we kunnen het. Anderen zeiden, nee, dat wordt allemaal moeilijk. Je wilt een omgeving bouwen op je connectgroep, in je team, in de kerk, het deel van de cultuur waar je met elkaar praat. Het kan met de Heer. Het kan met de Heer. Onze connectgroep kan groeien en mensen bereiken met de Heer. Je wil geen connectgroep zijn alleen maar voor jezelf. Je wil een zegen zijn. Ons team kan een verschil maken met de Heer. Deze kerk kan een verschil maken in de stad hier in Den Haag. Een regio met de Heer. Ja toch? Met God kan het. Met God kan het. Zijn er weinig of veel mensen? Het vierde die daar gevraagd werd is het land bewoonbaar of onherbergzaam? Is het bewoonbaar of onherbergzaam? Hier begin ik een beetje na te denken over Mozes. Waarom stel je al die vragen? Waarom geef je al die vragen mee? Ik begin een beetje na te denken over waar begint de onzekerheid? Bij de 10 verspieders? Of bij de vragen die Mozes stelde? Mozes, luister, dit is het beloofde land. Dit is de belofte die God voor jou heeft en voor je volk. Dit is wat de Heer heeft klaar liggen voor je. En deze vraag, is het land bewoonbaar of onherbergzaam? Dat klinkt niet heel positief, vind je wel? Dus ik heb me wel eens afgevraagd, Mozes, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Weet je, er gebeurt iets met de kinderen. De Israëlieten, het volk zeggen, onze kinderen gaan sterven in de woestijn. God zei tegen Caleb, nee, jouw kinderen die zullen het land gaan beërven, in bezit nemen, als erfenis krijgen. En je denkt na, jij en ik, je denkt na, hoe kan ik mijn kinderen leiden om in het beloofde land te komen? Soms zie je wel eens een situatie waar mensen in mijn beleven wat te voorzichtig worden, wat te overbezorgd worden. Ik kan daar niet heen, want ik heb kinderen. Ik heb met de kerk, ja, maar ik heb kinderen. En er komen zo vaak ja-maren. En dat we soms een beetje overprotecting of zo lijken te zijn. Mathilde en ik hebben altijd gekeken, wat kunnen we doen? En zoveel we konden onze kinderen meegenomen. En om te laten zien, dat is het beloofde land, God houdt van ons. En het is zo mooi wat we mogen doen voor hem. En te zien wat hij doet in ons midden. De angst van het volk. Onze kinderen, hoe gaat het? Ze gaan sterven in de woestijn. Nee, doe het voor je kinderen. Ga het beloofde land in, stap voor stap, en neem je kinderen mee op die reis. Een aantal jaar geleden was er een grote kerk in Afrika. En die had een gebedslast, een enorme gebedslast voor Europa, de Europese kerk. En ze vroegen aan de Heer, wat is de,
de nummer 1 gebedslast die u ons op ons hart legt. En ze waren natuurlijk niet allemaal in Europa geweest, dus ze waren afhankelijk van wat God zou antwoorden. Het zal je misschien verbazen wat de Heer aangaf, een aantal jaar geleden al. En God zei, nummer 1 gebedslast die ik jullie geef als je bidt voor de Europese kerk is dat de ouders niet hun tieners de kerk uithalen. Soms is er iets, een dingetje, en het doet me verdriet als je dan ziet hoe schijnbaar makkelijk mensen zeggen, ik ga weg, ik ontwortel, ik zoek wat anders of ik zoek een tijdje niks. Terwijl je tieners net aan het wortelen zijn in Gods huis. Hoe kan je ooit nog als ouder praten over geworteld in, geplant in Gods huis, Psalm 92, zullen ze groeien? Want jouw tiener zal tegen je zeggen, mooie bijbeltekst, maar ik heb het bij ons thuis niet zien gebeuren. Waarom is het niet dat je af en toe over elke kerk, er gebeuren dingen. Niks is perfect, niks is volmaakt. Waarom leer je je tieners niet, je kinderen en je tieners, hoe je ermee omgaat? En hoe je je ogen op God richt? En hoe je positieve bijdrage levert, deel van het antwoord en nooit deel van het probleem. Leer je tieners en laat het gewoon zien hoe jij als vader en als moeder door dingen heen gaat of dingen een plek geven met de Heer. En zegt, wacht even, God heeft ons hier gebracht, we zijn geplant. We geloven in de kracht van geplant zijn. We geloven in de kracht van trouw. Niet met minste of geringste windje tegen. We hadden jaren geleden, zo lang, dit is niet van de anders denken tegen wie heeft hij het nou. Laat ik je helpen. 12, 13 jaar geleden in het andere gebouw. Was Dolf van de Voogd van de Straten, zoiets heette die. Hij had een hele mooie lange naam. Wie weet nog wie dat is. Hij had een profetische bediening. En hij zei, in de groep zei hij dat. Mensen gaan de gemeente uit voor elke scheet die dwars zit. Weet je nog? Jullie lachen niet, ik vond het wel grappig, maar hij zei dat. Mensen gaan om niks, om elke scheet die dwars zit gaan mensen de kerk uit. Ik wil zo graag dat ouders, vaders en moeders laten zien wat het is om geplant te zijn. Wat het is om vrucht te dragen op zijn tijd. Geplant als een boom aan waterstromen. Welke angst, welke bezorgdheid is niet van de Heer. De belofte van Caleb, dat God zei, je kinderen zullen het in bezit nemen. Het is trouwens mooi, om te, ik heb het gewoon nog niet aangekondigd, de tweede dienst. Nee, nou, dat is nu het goede moment. In het nieuwe seizoen, het is een beetje een soort visie-idee van de, deel 2 van de tweede helft van het jaar. We gaan nu gesprekken in waar we kijken hoe Jozua en zijn rechterhand Tabitha, hoe zij kunnen gaan groeien in de rol van campuspastor hier in Den Haag. Bij de leiders heb ik het al wel eens gedeeld. De details zijn nog helemaal niet bekend. We gaan nu de gesprekken in. Scott Wilson helpt ons daarbij. Hoe doe je dat? Welke rolverdeling? Wat doet Jozua? Wat doet Tabitha? En wat is de rol van Mathilde en mij? Maar wij zullen ons veel meer gaan richten, nog meer op de grote lijnen, onderwijs, visie, dat soort dingen. We zijn gewoon hier, we blijven de senior pastors van Den Haag. Maar zij zullen het operationele deel steeds duidelijker gaan leiden. Dat doen ze eigenlijk al. Maar om dat een plek te geven, om dat een naam te geven, om dat te erkennen. Alle organisatiekant, operationele kant, day-to-day. Zullen zij steeds meer gaan doen. Maar je moet me nu nog niet vragen, wat betekent dat dan precies? Ja, dat gaan we nu met elkaar bespreken. We gaan dat traject in vanaf deze maand. Ik geloof in de volgende generatie. Ik geloof dat God een beloofd land heeft en dat zij daar een belangrijke rol in spelen. Nummer 5 was, zijn het gewone dorpen of vestingsteden? Is het sterk? Is het makkelijk of sterk? Ik ga eventjes naar Matthäus. Matthäus 17, vers 20. En waar een bekend stukje waar de Heer Jezus zegt, als je geloof hebt als een mosterdzaadje en je spreekt tot deze berg, dan zal die berg in geloof dus en dan zal de berg zich verplaatsen. En dan staat erbij, niks zal onmogelijk zijn. Dit soort kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven. Dat is een goede bemoediging voor ons allemaal. Er gebeurt iets. Soms gebeuren dingen alleen als we gaan bidden en vasten. Soms is er een stronghold van de vijand. Wat verbroken wordt als een volk gaat bidden en vasten. Ja toch? Dus wees bemoedigd daarmee. Niet elke tekst, bijbelvers, bijbelversie heeft deze vers 20 erbij. Het is er wat later toegevoegd, maar ik geloof er helemaal in. Nou kan je afvragen, er is nooit een berg verplaatst.
Niet in de dagen van Jezus, niet in de dagen van Elia, of in de mensheid. Er is nog nooit een berg verplaatst. Wat bedoelde de Heer hier nou mee? Kan het zijn dat hij bedoelde, je kijkt voor je naar en je ziet een berg voor je liggen. En je denkt, dat moet natuurlijk niet, even niezen. En je denkt, wauw, dat is een grote berg. Je zit in de auto, je kijkt er de ruit en de vooruit en je denkt, dat is een grote berg. Maar... En er komt een dag, als je vertrouwt op de Heer, dan ligt die berg achter je. Er komt een dag, dan kijk je in de achteruitkijkspiegel van je auto. Klein, het spiegeltje. Veel kleiner dan die grote vooruit. En de berg is achter je. En je denkt, hij wordt klein. Hij wordt snel kleiner. Hij wordt steeds kleiner. En je denkt, op een dag ga jij denken over die berg waar je nu tegenaan kijkt. Waar had ik het eigenlijk over? Kijk hoe klein dat ding is. Jij verplaatst. God brengt jou van voor de berg naar aan de andere kant van de overwinning. En dan kijk je terug en denk je, ach, was ik nou zo? Had ik nou zoveel zorg? Had ik nou zoveel angst misschien? Of wat ook? En nou, kijk. De Heer heeft me gebracht aan de overkant. Aan de kant van de overwinning van de berg. Nummer 6 was, is het land vet of straal? Is het vruchtbaar of arm? Caleb zegt, het is mooi. Het is zo belangrijk dat je uitspreekt over je beloofde land. Elke dag misschien. Ik moet er ook nog steeds in groeien. Elke dag uitspreken. Het is een mooi beloofd land. God heeft mooie beloftes voor mij. Hij heeft mooi en ik zal erin groeien. Niet alles zal morgen gebeuren. Maar ik zal erin groeien. Ik spreek uit, het land is mooi. Het is niet schraal, het is vruchtbaar. Ik spreek uit als ik over de stad Den Haag kijk. Als je landt met zo'n vliegtuig, vind ik altijd... Altijd heeft iets inspirerends. Heer, laat nog heel veel mensen komen tot Jezus in dit land. Ik woon op de hoogst gelegen, of tenminste, dat is ons appartementje dan, hè? Hoogst gelegen flat van Nederland. Op de Vaalserberg. Berg, heuvel. En er is niks hogers in Nederland gebouwd. Want de berg is al 320 meter en dan nog 8 etages, zo ongeveer. En dat vind ik inspirerend. Vanaf een balkonnetje. Er is bijna geen balkon hoger dan dit balkon. En dan kijk ik uit over 8 dorpen en steden. En ik weet, daar ligt Nederland. Als het ware een beetje onder mijn voeten. Dat is een heel inspirerende gedachte. Met binnenvasten ga ik er weer 2 dagen heen. Maandag en dinsdag. En dan, Heer, zegen dit land. Zegen dit land. Ik sta hier op de berg. 320 meter hoog. En zegen dit land, Heer. Het is een mooi land, spreek het uit. En de laatste, zijn er bomen, zijn er vruchten? Hij vroeg, zijn er vruchten? Kan je wat vruchten meenemen? Die vruchten waren zo groot, de druiventrossen waren zo groot... dat ze het met 2 mannen moesten dragen. Oh, er is heel veel vrucht. Er is heel veel vrucht in dit land. Er is heel veel vrucht hier in Den Haag en regio. Er is heel veel vrucht in al die plaatsen waar we mogen dienen... mogen bouwen aan Gods huis. Geloof je dat? We gaan heel bewust de Heer verwachten. De Heer vertrouwen. Heel veel mensenlevens die veranderd worden. De kerk is het enige instituut op aarde wat niet bestaat voor zichzelf. We bestaan niet voor onszelf. We bestaan voor degenen die ons nog niet kennen. Om de Heer te aanbidden. En mensen te helpen onze Jezus te leren kennen. In de vrijheid te gaan komen die Hij voor ze heeft. En op hun beurt weer een verschil te gaan maken om andere mensen te helpen. Jezus te leren kennen. Dit is de conclusie. Whatever you say, so shall it be. Het volk zei, we zullen sterven in de woestijn. De Heer zei, het zal gebeuren zoals ik jullie heb horen zeggen. Sterven in de woestijn. Jozua en Caleb zei, nee, we kunnen het. We gaan het land in. God heeft het ons beloofd. We zullen de overwinning zien. Jozua zei, God zei, het zal gebeuren. Jij en je descendants, je nakomelingen. Je zal het beloofde land ingaan. Precies zoals je zelf gezegd hebt. Het is zo belangrijk wat je uitspreekt als persoon. En als kerk. Laten we bidden, kerk. Vol verwachting van wat God gaat doen. In de MS'en staat what you will do next, what God will do next. Vader, we danken u, Heer, dat u een beloofd land heeft voor ons als kerk, als CLC hier in Den Haag en andere plaatsen. Dank u wel, Heer, dat u ons zal gebruiken.
Dat er een vruchtbaar land voor ons ligt, waar nog heel veel mensen Jezus gaan leren kennen. Nog heel veel mensen vrijheid gaan ervaren die u geeft en een verschil gaan maken op hun beurt. Als het jaarthema is, ik ben geroepen. Als kerk, we zijn geroepen. We zijn gezalfd om op uit te trekken. Om harten te genezen, om blinden de ogen te openen. Om een verschil te maken in Jezus' naam. Heer, dank u wel. Ons oog is op u gericht, ons vertrouwen is in u. En help ons als er nog aarzelingen zijn en twijfels. En u staat naast ons en u wil ons vullen met uw Heilige Geest, met uw vreugde en met uw visie. Heren, we spreken uit, we vertrouwen u. Ons vertrouwen is in u, ons geloof is in u. Voor ons beloofd land. In Jezus' naam.